Ik ben Miranda de Korte en ik werk nu bijna 4 jaar als receptioniste bij VDRO. Deze jaren heb ik Benny leren kennen als een hardwerkende, sociale en lieve collega. Toen hij 1,5 jaar geleden ongeveer de diagnose ALS kreeg, schrok ik enorm. Het is een oneerlijke en tot nu toe nog een ongeneeslijke ziekte. Nou, daar moet zo snel mogelijk natuurlijk wat aan gedaan worden. Daarom zit ik graag met een aantal andere collega's in de organisatie van de actiedag ALS op 22 juli. Op deze dag ga ik een stukje water fietsen om zo mijn eigen steentje bij te dragen voor dit goede doel. Uiteraard willen we zoveel mogelijk geld ophalen voor onder andere onderzoek. Dus kom ook in actie en geef het stokje door.